Op, onder, boven het water leven ook een aantal dieren. En ik heb daarvoor in deze basiscursus een klein stukje apart gezet, omdat dat toch wel een aantal leuke dieren zijn die ook wel gevraagd worden door de kinderen. En als ze niet gevraagd worden door de kinderen, maak ze toch maar, want het zijn heel leuke dieren. Je moet niet altijd maken wat de kinderen vragen, soms moet ik eens gewoon uw goesting doen. Het figuur dat we nu gaan maken is de met uitsterven bedreigde bad-eend. Komt nog maar in heel weinig huisgezinnen effectief voor. En daarom heb ik deze figuur ook in de cursus wou steken om een warm pleidooi te voeren voor het behoud. Pak een gele of oranje-achtige ballon. We pompen die op met 7 puffs. En uiteraard maken we er een knoop in. Oké. We beginnen met het tjoepje bovenop de kop van de eend. Stel u voor dat dit het haakje is waar je als je gaat eendjes vissen op de kermis, waar je de eend mee moet vangen. Dus een tjoepje van 2,5 vinger ongeveer, dus één bubbel. Dan maken we een zachte viervingerbubbel. En opnieuw eerst knijpen en een zachte viervingerbubbel. Dus hebben we dit, een 2,5 vingerbubbel en 2 viervingerbubbels. Deze is niet even groot, een klein beetje groter. Probeer ze even groot te maken, dan hebben we dit. Daar maken we een loktwist van die 2 viervingerbubbels. En nu leren we een nieuwe techniek. Ik denk toch niet dat we die al gezien hebben. Nu gaan we een roll-through doen. Opnieuw ballon een beetje zacht maken en een viervingerbubbel maken. Dus even groot als die 2 eerste bubbels. En nu gaan we die aparte bubbel door de 2 geloktwiste bubbels rollen. Dus je zou dat kunnen doorduwen of doortrekken of op een of andere manier erdoor krijgen. Maar dan maak je veel te veel wrijving met die ballon. De techniek die ik u ga leren is om dat te voorkomen. De roll-through, ik ga dus even uitleggen waarvoor het dat allemaal gebruikt wordt. We gaan het eerst eens doen. Dus we hebben die 2 bubbels. We duwen de losse bubbel er tegenaan en we rollen die. Dus we duwen met onze duim tegen die extra bubbel en de 2 andere bubbels rollen er met onze vingers rond. Vandaar de naam roll through. Het heet ook bird body en dat mag duidelijk zijn, als je dit nu ziet, heb je eigenlijk een vogeltje. Dus de kop en het lijfje van een vogeltje. En dan is dat de status natuurlijk veel te lang, maar maak gewoon één lus. En je hebt eigenlijk een heel leuk, heel lief vogeltje gemaakt. Tekent er dan een bekje op en zo. Roll-through birdbodies worden ook gebruikt om ballonnen meer volume te geven. Dat is wat we hierbij doen. Dit wordt de kop en dus is de kop een beetje groter doordat we eigenlijk 3 ballonnen in één gebruiken, als één gebruiken. De kop van de eend heeft natuurlijk ook een bek. We maken een 5-vingerloop. Kennen jullie nog wel? 5 vingers, zo. En maken we er een loopje van. Haha, nu herkende het al, hè? Ja, echt een eendenkop dus. Dan maken we een 4-vinger nek, 4-5 vingers ongeveer. En een 2-vinger pinch twist. De rest van de ballon, dat wordt het lichaam van de eend. Dus eigenlijk de vogel, de vleugels aan de onderkant en de staart van de eend. We maken een 8-vinger bubbel. Opnieuw een 8-vingerbubbel. En die gaan we loktwisten. De rest van de ballon, dat wordt de staart en de onderkant van de eend. Dus we gaan hier een klein staartje aan twisten. Hoeft niet veel te zijn. Als je de nek wat korter maakt, heb je wat meer staart. Als je dit wat korter maakt, heb je ook wat meer staart. Kun je een grotere boog van onder maken. Dit staartje duwen we door die 2 bubbels. We trekken het helemaal tot achteraan. Dan gaat het zo'n beetje omhoog. En we hebben onze eerste bad-eend. Bad-eendjes versieren door de zoals je wilt. Als je in de winkel gaat kijken, vind je er met stippen. Vind je er in alle kleuren. Maar dit wordt een levensechte bad-eend. Met grote ogen. Mijn bad-eend heeft zelfs wimpertjes. Probeer daar maar eens aan te weerstaan. En haha.
en een lachmond. En als je een beetje stout wilt zijn, steek die op eens. Zijn tong uit. Voilà. Dat is de badeend. Geef dan uw kindjes, laat ze er gerust mee in bad spelen, want het kan tegen water. Maar ze gaat blijven drijven, maar altijd op haar zij. Maar dat is een heel leuk figuurtje. Maak het, speel ermee en deel het uit. Want ja, ik ben er fan van heel veel van de figuren uit de basiscursus. Gebruik ik ook nog wel heel vaak. Dit is er eentje van. Als ik het zelf doe bij optredens, doe ik er nog wel wat andere dingen mee dan alleen dit. Maar dat is voor de gevorderde cursus. En in de hoedencursus heb ik verteld van neem de kop van een eend en zet dat op een hoed. Wel kijk, neem gewoon deze kop en in plaats van hier zo'n lichaampje van te maken, kun je er eigenlijk een hoed van maken met een staartje eraan en dan heb je een hele leuke eendenhoed. Voer voor experimenteren. Doe gerust, ik zie uw foto's wel op het forum en ik ga aan het volgende figuur beginnen.